Welkom bij weer een nieuwe podcast en deze week een podcast die ik een beetje spannend vind om op te nemen, omdat ik het zelf eerder ook altijd een beetje een rare onderwerp vond. Maar het gaat dus over houden van jezelf. En ja, ik denk dat er dus heel veel mensen zijn die nu misschien een beetje misselijk worden of een rare huiduitslag krijgen of iets dergelijks. Want in eerste instantie vond ik deze term zelf ook een beetje raar en ongemakkelijk. Maar ja, op de een of andere manier werd ik er de afgelopen weken gewoon steeds mee geconfronteerd met dit concept. Bijvoorbeeld in podcast kwam het voorbij en in een stukje zelfcoaching, maar ook zelfs in een Netflix-serie wat ik aan het kijken was. En nou ja, als ik zo vaak met dingen in aanraking kom, dan voel ik mezelf altijd een soort van een beetje verplicht om daar verder over na te gaan denken en om het verder uit te zoeken en om het serieus te nemen als dingen gewoon opvallend vaker op mijn pad komen. En nu ik er dus een tijdje over na heb gedacht, zie ik het ook eigenlijk wel als een soort van ontbrekend puzzelstukje en een wel belangrijk puzzelstukje. Want eerder heb ik natuurlijk wel eens blogs geschreven en een toolkit geschreven over het hebben van zelfinzicht en de voordelen daarvan als je, jezelf daarin versterkt. Kort gezegd zijn de voordelen onder andere dat je beter inzicht krijgt in je valkuilen. Dus dat je beter snapt waarom je tegen bepaalde uitdagingen aanloopt. En als je dat snapt, dan begrijp je ook beter wat de oplossing daarvoor zou kunnen zijn. Nou, een ander belangrijk voordeel is dat je als je gewoon je gebruiksaanwijzing kent, je eigen gebruiksaanwijzing kent en je leeft daar ook naar, dan zul je gewoon aan het eind van de rit gewoon veel meer energie en rust en blijdschap overhouden eigenlijk. En ook een ander belangrijk voordeel is dat als je nu eenmaal wel tegen dingen aanloopt, of gewoon überhaupt hoe je je taken op je werk aanpakt, of als je hoe je problemen aan wil pakken, dan is het gewoon belangrijk dat je weet van jezelf van op welke manier doe ik dat aanpakken nou het liefste. En op welke manier kost me dat dus ook het minste stress en het minste energie. Dus dat zijn eigenlijk een aantal voordelen van het hebben van een sterker zelfinzicht. Daarnaast heb ik onlangs ook nog een podcast opgenomen over het effect van gewoon te veel oordelen over anderen en over situaties en over jezelf. Met name dat laatste, het is natuurlijk wel belangrijk, gewoon dat met name dat constant oordelen over jezelf. En dat veroorzaakt uiteindelijk gewoon best wel veel onzekerheid en stress. Dus het minder oordelen over anderen en over jezelf, ja, dat kan gewoon eigenlijk gewoon best heel opbeurend zijn, met name qua je zelfvertrouwen. En lost ook wel veel problemen op. Maar hoe doe je dat nou, gewoon dat minder oordelen? En daar komt eigenlijk dat houden van jezelf eigenlijk om de hoek kijken. Als een soort van centraal middelpunt eigenlijk. Tussen dat zelfinzicht en het oordelen in. Of eigenlijk kun je het een beetje zien als een soort middel om van het hebben van meer zelfinzicht te komen tot minder oordelen. Om minder te oordelen en dus om meer zelfvertrouwen te hebben en het beste uit jezelf te kunnen halen, moet je dus gewoon van jezelf houden. Want als je dat namelijk doet, dus meer van jezelf houden, dan vind je het ook niet zo nodig om over anderen of over jezelf eigenlijk te oordelen. En om van jezelf te houden, dan is het weer heel handig om jezelf te versterken in zelfinzicht. Dus dat je inzicht hebt in je kwaliteiten, dat je inzicht hebt in je sterke eigenschappen, dat je inzicht hebt in hoe jij de dingen aanpakt en waar je energie van krijgt. Dus dat bedoelde ik eigenlijk met hoe je van het hebben van meer zelfinzicht, dat levert dus op dat je veel van jezelf kan houden. En het veel van jezelf houden,
dat maakt eigenlijk dat je gewoon veel minder behoefte hebt aan het oordelen. En dat minder oordelen, nou ja, dat zorgt eigenlijk weer voor rust en meer zelfvertrouwen. Met dat houden van jezelf bedoel ik natuurlijk wel gewoon ja, het echt houden van jezelf. Dus onvoorwaardelijk, gewoon heel bewust, volledig, heel enthousiast en overtuigd. En ja, het is wel eens denk ik grappig om bij jezelf na te gaan of je dat ook echt doet. Het echt houden van jezelf. Ik verwacht eigenlijk dat gewoon bij velen dat gewoon best tegenvalt. Omdat we er gewoon niet bij stilstaan. Dat we er niet opkomen omdat dat het gewoon belangrijk is. Omdat we er gewoon nooit over na hebben gedacht. En omdat we er misschien ook het nut niet van inzien. Of er überhaupt over na hebben gedacht om er het nut van in te zien. En omdat onze eerste reactie toch een beetje is van ja, dat klinkt gewoon een beetje raar, houden van jezelf. Maar dat is dus echt zonde. Want het levert je gewoon ja, logischerwijs gewoon volgens mij gewoon heel veel moois op. Dus heel veel plezier met het toepassen van houden van jezelf, om jouw eigen redenen en op jouw eigen manier.